Driel herdenkt Poolse parachutisten die zich inzetten bij de Slag om Arnhem tijdens de jaarlijkse Polenherdenking. Zaterdagmiddag stond Driel weer in het teken van de jaarlijkse Polenherdenking. Deze herdenking vindt plaats voor de inzet van de eerste Poolse onafhankelijke parachutistenbrigade en de bijdrage aan de Slag om Arnhem. Speciale gast dit jaar was de Oekraïense ambassadeur. Met de idee dat ze ingezet zouden worden voor de bevrijding van hun moederland. Maar terwijl Warschau in brand stond, werden ze hier in Driel gedropt, nu 79 jaar geleden. Ze doorstonden helse beschietingen, voerden onmogelijke opdrachten uit en zorgden ervoor dat bijna 2400 ingesloten Britse militairen konden ontsnappen. Waar bent u het meest trots op, als ik zo mag zeggen? Ik denk de verbondenheid van het dorp. Als je ziet dat het hele dorp Driel met alle vrijwilligers, nou, het is gewoon de identiteit. Het is van iedereen in Driel. En dat voel je ook aan de Poolse warmte die daarvoor terugkomt. En dat zie je denk ik ook, wat ze hier vanmiddag hebben gerealiseerd. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i moment wzruszenia, że mogę być dzisiaj tutaj razem z Państwem na Pollen Plain w miejscu, gdzie mieszkańcy Driel oraz okolicznych miejscowości spotykają się co roku, aby oddać cześć polskim spadochroniarzom. Na de kransleggingen en een minuut stilte was het tijd om de vlaggen te hijsen. Ja, dat was ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber sehr emotional. Die Lieder, was diese polnische Kapelle gesungen und gespielt hat. Und alles, was hier gesagt worden ist, über Freiheit, immer Zusammenhalt und immer, dass man den anderen Menschen helfen soll. Das ist eigentlich das, was ich mein ganzes Leben erlebt habe. Kennis maken met de mensen en technieken achter de energietransitie. Dat was het doel tijdens de Open Energiedag die afgelopen zaterdag weer door heel Nederland werd gehouden. De officiële opening van deze dag vond dit jaar plaats bij Energiepark Nijmegen-Betuwe. Langs de A15 bij Oosterhout zijn al een tijdje vier grote windturbines te bewonderen. Het was dan ook dé locatie waar de Open Energiedag van 2023 werd afgetrapt. Speciale gast hierbij was demissionair minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Ondanks de kleinschaligheid van deze locatie is die zeker niet minder belangrijk. Ja, dit soort lokale initiatieven zijn echt superbelangrijk. Want het is energie die dicht bij huis wordt opgewekt. Eigendom van deze windmolens is ook bij de lokale bevolking. Dus ook de winsten hiervan worden meteen weer lokaal gedeeld. Dus niet grote energiebedrijven die dit soort projecten ontwikkelen en daarvan profiteren. Maar echt ja, inwoners hier uit de buurt die samen zo'n project hebben gerealiseerd en er ook samen beter van worden. Op deze open dag kunnen bezoekers nog beter de wereld achter hun stopcontact en thermostaat leren kennen. Het is heel belangrijk dat je weet waar de energie vandaan komt, dat je bewust bent van waar de energie vandaan komt en dat je niet vanuit gaat dat het zomaar vanzelf komt. Vanwege de opwarming van de aarde, vanwege de klimaatcrisis, is het ook heel belangrijk dat die alternatieve energie zoals deze, dat normaal wordt, dat dat normale energieopwekkers worden. Meer duurzame energie is natuurlijk goed, maar er kan ook te veel worden opgewekt, waardoor het elektriciteitsnetwerk simpelweg vol raakt. Wat doen we met al die opgewekte energie? Hoe zorgt u ervoor dat dit niet een soort buffer wordt en waar we uiteindelijk van moeten beslissen dat we de energie weer los moeten laten? We bouwen voor meer dan 4 miljard per jaar extra bij aan elektriciteitsinfrastructuur. Maar we moeten het ook vooral slimmer gaan gebruiken. Dus op het moment dat het waait en de zon heel hard schijnt, juist dan zorgen dat we energie kunnen gebruiken of die opslaan in batterijen en groene waterstof
voor de momenten dat het even niet waait of de zon even niet schijnt. Maar dat is dus een hele omslag in hoe ons netwerk werkt. Ondanks dat deze regio al goed op weg is wat betreft duurzame energie, valt ook hier nog winst te behalen. Het is belonen van goed gedrag. Dat leidt ertoe dat mensen ook hun energie gaan besparen. Het gaat er vooral om dat we het gaan stimuleren. Leiden dit soort lokale initiatieven juist niet tot versnippering en daardoor tot vertraging van de verduurzaming en naar de energietransitie toe? Het is heel belangrijk dat wij als Rijk samen met provincies en gemeenten nadenken over wat moet waar en wat kan waar. En als je dan goede locaties hebt uitgekozen, dan met coöperaties van onderop zorgen dat die projecten ook worden gerealiseerd. Maar iets meer sturing dan we in het verleden gewend waren, is wel hard nodig. Landelijk zullen ruim 5000 bezoekers een kijkje nemen bij een duurzaam energieproject. Eén ding hebben ze gemeen, ze moeten toch echt even op de foto. Yes. Daphne Bergman zal maandag 23 oktober haar functie als burgemeester van de gemeente Beuningen weer herpakken. Vanwege gezondheidsklachten heeft Bergman zich in het voorjaar ziek gemeld. Haar taken worden sinds 5 juli door waarnemend burgemeester Corrie van Ree Oud-Ammerveld uitgevoerd. Zelf zegt Bergman hierover: ik ben hersteld en kijk ernaar uit om onze inwoners, raadsleden, college en de gemeentelijke organisatie weer aan de slag te gaan voor onze mooie gemeente Beuningen. De Nijmeegse documentairemaker en journalist Sian Kan heeft de Leon Wek-prijs toegekend gekregen. De prijs is een eerbetoon voor kritisch en dwarsdenken die een bijdrage leveren aan de publieke discussie over oorlog, vrede en internationale politiek. Het is niet de eerste keer dat hij een prijs krijgt. Eerder werd Kan uitgeroepen tot journalist voor de vrede door het Humanistisch Verbond en kreeg hij de Pax Dive, de Van Praagprijs en de Tegel. Maar dit is de eerste prijs uit eigen stad. Dat maakt het voor hem naar eigen zeggen extra leuk. Nicole uit Nijmegen is rolstoelgebonden. Gelukkig heeft zij een speciale bus waarmee zij zich met rolstoel en al kan verplaatsen. Maar die bus heeft inmiddels zijn langste tijd gehad en geld voor een nieuwe heeft Nicole niet. Om haar toch een beetje op weg te helpen werd zondag in Nijmegen-Oost een benefiet-bordspeldag georganiseerd. De bus uit 2006 is intensief gebruikt. In 2011 zelfs als trouwauto, want 14 jaar lang was ik samen met Pieter. Totdat een paar jaar geleden het noodlot toesloeg en Pieter onverwachts is overleden. Onze bus loslaten is daarom moeilijk, maar nodig, want hij begint ernstige gebreken te vertonen. Onze wens is dan ook dat er een nieuwe rolstoelbus komt, waardoor wij, Nicole, Eva en Pancho, net als andere mensen, kunnen gaan en staan waar we willen. Voor een nieuwe bus en de benodigde aanpassingen daaraan is een bedrag van €70.000 nodig. Bezoekers van de Benefietdag kunnen hieraan bijdragen door zoveel mogelijk spelletjes te spelen. Per gespeeld spel zullen sponsoren €2,50 aan de pot toevoegen. Daarnaast kan iedereen nog vrij doneren middels een QR-code. Ja, ik heb er nog niet eerder van gehoord, dus het is de eerste keer. Ik organiseer wel vaker in huiselijke kringen bordspeldagen, maar dat is niet zo groot als hier vandaag het geval is. Nou, we hebben hier een hele zaal vol met tafels en hele leuke spelletjes. En als er mensen binnenkomen, dan kunnen ze aan een tafel gaan zitten met wat gezellige mensen. Ze steken hun hand op en dan komt er een van de vrijwilligers in de shirtjes met ook de crowdfundingsactie erop naar je toe om het spelletje uit te leggen. Hey, ik vind het vooral heel belangrijk op het moment dat medewerkers bij mij in dienst komen, dat ik ook een stukje achtergrondinformatie weet. Want op het moment dat er iets persoonlijks aan de hand is, dat ik daarop kan anticiperen. Ik ben vooral veel met Nicole in gesprek gegaan en Nicole die vertelde me vooral hele boeiende, maar ook hele zielige verhalen, wat mezelf heel erg aangreep. Nicole zei er ook altijd bij, als ik dit vertel moet je het niet zielig vinden, want ik wil absoluut niet zielig gevonden worden. Maar toch als persoon zijnde denk je toch van, ja, je wilt iets voor zo'n persoon gaan betekenen. Ja, ik vind het gewoon zo bewonderenswaardig dat iemand dat sowieso voor je doet. Els is een van mijn beste vriendinnen al 22 jaar, 23 jaar zelfs. Ja, dat iemand dat dan voor je op touw zet voor de crowdfunding van de rolstoelbus. Ja, dat is gewoon niet te bevatten dat iemand dat voor je over heeft. En dat ze dan ook gewoon zo'n span van vrijwilligers heeft. Zo'n blik die ze kan overtrekken om zo'n dag te bewerkstelligen. Ja, dat kan je niet voorstellen. Dan voel je je zo bijzonder. Aan het einde van de dag mocht Nicole een cheque van €1.253 in ontvangst nemen. Een mooi begin, maar natuurlijk nog lang niet voldoende.
Daarom kan er nog steeds gedoneerd worden via onderstaande link. En dan sport. NEC speelde zaterdagavond de uitwedstrijd tegen PSV. En dat het lastig zou worden voor de ploeg van Rogier Meijer, dat wisten we al vooraf. NEC verloor dan ook kansloos met 4-0 van de Eindhovenaren. Trainer Rogier Meijer reageerde na afloop voor onze camera's en was vooral ontevreden over de manier waarop de doelpunten tot stand kwamen. Natuurlijk terecht een nederlaag. Toch overheerst het gevoel dat als je kijkt naar de tegendoelpunten die we hebben aangeboden eigenlijk. Dat is denk ik wel iets wat, dat is dan wel teleurstellend. Hè? Want je weet dat je onder druk komt en je weet ook dat je kansen tegen gaat krijgen. En je weet ook dat je een beetje geluk en moet overleven. Dat hebben we in de beginfase gehad. Dan kom je eigenlijk volgens mij in een moment van de wedstrijd dat het wat rustiger wordt. En dan eigenlijk hebben wij 10 man staan en dan spelen we de bal niet uit. Wordt het een corner. En die knikken ze dan binnen en in dezelfde minuut krijgen we de 2-0 en dat is natuurlijk wel, dat is gewoon niet goed gedaan van ons. Hè. Dan moeten we gewoon de 1-0 de rust halen. In de rust is het dan 2-0, dan geven we aan, zorgen dat we in de wedstrijd blijven. Hè. We kunnen met wissels kunnen we straks nog wat doen, met 3 minuten geven we een penalty weg. En als je het al moeilijk hebt tegen een topploeg, hè, want dat is PSV zeker, dan moet je de goals niet zelf weggeven. Ja, en dan het weer. De zomer is voorbij. Echt fris is het nog niet, maar het was vandaag wel wat winderig en ook zeker koeler dan de afgelopen tijd. Vanavond kunnen we nog wat pittige regen- en onweersbuien verwachten in de regio. En het koelt af naar een graad of 13. Morgen op Prinsjesdag moeten de dames hun hoedjes goed vasthouden, want er staat vrij veel wind. Wel blijft het op een enkele bui na droog en zien we ook af en toe even de zon. De dagen erna blijft het wat wisselen. Woensdag wordt een vrij aardige dag. Het blijft dan droog, het wordt zo'n 23 graden. Donderdag belooft het weer een onstuimige dag te worden met veel buien. Kortom, de herfst is begonnen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 18 september. Volg ons ook even op Facebook, X en op Instagram via RN7 Online. En houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten, rn7.nl. En nu kun je kijken op RN7 naar Mert Praat. En wij zijn er morgen weer. Tot dan!